Hey creatieve link, ik heb weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag ga ik met jullie een keer wat gaan tekenen. Het is echt standaard dat ik op maandag ga filmen. Maar nu niet al gelijk voor vrijdag, want ik heb vorige vrijdag misschien wel geskipt. Even iets anders. Mijn haar wordt lang. Yo, en ik vind het geweldig. Ik ga vandaag tekenen. Sowieso ga ik niet in de avond afkragen. Ik ken mezelf iets langer als vandaag. We hebben vandaag D-gelen, want ik ga alles wat in mijn extra etui zit gebruiken om één tekening te maken. En voor iedereen die me dus nog niet lang volgt of toevallig misschien wat gemist heeft, niet alles altijd kijkt. Nou, helemaal prima natuurlijk. Daarom ben ik hier en ik leg het even uit. Wat houdt mijn extra etui in? Ik heb een aantal etuis en dan past sommige dingen niet. En ik heb ook bij het stabiliseren gebruik ik al sinds ik, weet ik hoe oud ben. Dus ik heb heel veel dubbel. En dat is heel vervelend, want om alles in etui heb je zoveel dubbele. Dus ik heb gewoon een extra etui gemaakt. Met dubbele stiften of pennen die ik wat minder vaak gebruik. Dat eigenlijk. Ik heb er nog niet in gekeken. Ja, ik weet ongeveer wat erin zit. Wat micron pennen en wit 2 pennen. Andere diktes dan de pen die in mijn blauwe etui zit. En oh, ik zie nu al een witte pen. Nou, dit is witte pen nummer 1. Oh, dat wordt echt zo chaotisch. Hier, je hebt 3, je hebt 0,5, 0,8, 0,10. Dan heb ik nog 2 extra pen die heb ik gekregen. Hier ga ik niks op meedoen naast vandaag. Die heb ik bij bestellingen erbij gekregen van mijn stationaire bal. Ik vind het echt warm eigenlijk. Dan heb ik ook nog heel veel pennen. Wat is er nou heel veel? Oh, ik ga even van boven filmen. Dan kunnen jullie allemaal meekijken. Het idee is dat ik dus wel mag schetsen en een gum mag gebruiken. Mijn schetsboek is dus echt bijna vol. Dus ik moet ook weer op zoek naar een nieuwe. Maar daar heb ik helemaal geen zin in. We gaan ook gelijk alles sorteren. Dit zijn alle gelpennen. Hier heb ik nog een zwarte gelpen. Hier heb ik een blauwe gelpen. Nog een zilveren gelpen. Deze is leeg. Hier heb ik nog een balpen. Oké, gel balpen. Fineliners. Dit is fineliner nummer 1. Ook een fineliner. Brushpennen kunnen we er ook wel bij leggen. Dit is een brushpen. Dan hebben we ook nog stiften. Oh, wat is dit? Dit zijn stiften ook. Zo, en dan als ik alles wat ik heb gehad, leg ik dan aan de andere kant neer. En dan hebben we hier nog dikke penachtige. En dan heb ik hier nog allerlei stiften. Dit is dus nog een zwarte stift. Maar dit zijn dus alle stabilo stiften die ik dubbel heb. Je hebt echt van die standaard kleuren. Die komen natuurlijk bij elk stabilo. Zoals hier groen en paars. Heb ik dus allemaal dubbel. En dit nog meer. Het is wel een beperkt aantal kleuren hoor. Want we hebben... Toevallig heb ik dan huidkleur. Ben ik heel blij mee dat ik die hierin heb zitten. Maar ik heb verder geen bruin of zo. Maar we gaan in ieder geval iets schetsen. Ik heb nog geen idee wat ik wil schetsen. Wat willen we schetsen? Even kijken. Potlood en gum. Daar gaan we hoor. Even lekker schetsen. En ik gok zo dat je al opgevallen is dat ik dus een deel blur daar. Maar dat heeft een reden. Want ik heb dus van allerlei dingen gehandletterd. En allemaal namen. Niet heel tactisch. Want dat is niet heel handig om zomaar te delen, zeg maar. Dus ik blur dat gewoon voor zekerheid. Ja. Je doet het er maar mee. Dat. En het schetsen ging echt zo goed. En het is ook echt zo scherp. Want ik ben nu, ga ik me omlijnen. Ik edit wel dus elke pensie die ik gebruik. Maar je ziet echt bijna niks hiervan. Dus het wordt een verrassing. Wat het wordt. Zo, wat... Zo. Mijn stem is wel echt geweldig. Maar wat ga ik lekker zeg. Heel de omlijning heb ik al af. Nou, mijn stem, dit is niet grappig. De witte pennen ga ik bewaren voor het laatste. Om highlights dus te geven. Nu heb ik hier al mijn kleurtjes stiften. Dus deze pennen gaan even aan de kant. Want eerst moet ik proberen al deze stiften erin te verwerken. Qua haar, ik heb echt nog steeds geen idee. Misschien doen we wel een soort grijs haar. Met zilver erdoorheen. Maar ik denk dat dat ook heel lelijk kan. Waarschijnlijk in mix met... Deze. De joggingsbroek. Oh, de joggingsbroek juist grijs. En de topje paars dan. En dit stukje. Weet ik niet zo goed wat ik ermee moet. Maar ik kleur het in ieder geval voor de helft in. Oh, ik moet eerst nog uitgummen. Ah, deze zwart geeft af. Ik weet niet welke zwart het is, maar dat is vervelend. Maar het lukt, het lukt. Ik denk dat de belichting het grootste werk moet gaan doen. Dat was kleur 1. Ik ga hem nog wel gebruiken voor je schaduwen.
En dan willen we dus hiervan het haar gaan maken. Oh, wat een slechte keuze. Ik zou dit echt nooit zelf hebben gekozen. Ja, ik vind het nou niet heel mooi, die broek eigenlijk. Maar we doen het er maar mee. Ik wil gewoon basic kleurtjes. Pastel en zo. Zo, deze paars kleurt wel lekker, zeg. Ja, het is wel heftig. No, hou vol. Je ziet ook bijna niks meer van die zwarte lijnen. Die moet ik straks ook opnieuw doen. Best basic zo die schaduw. Maar het geeft wel een beetje diepte. Dat is fijn. Dit ziet er even ietsjes beter uit. Heel eerlijk. Eens kijken, wat hebben we nog meer? We hebben hier nog zilver en goud. Ik wil hier wel een gouden rietje. Ik wil nog fel oranje. In die schaduw. Nou, ik heb hem gebruikt hoor. Even kijken, een blauwe pen. Dat gebruik ik wel in haar. Het worden er steeds minder die ik moet gebruiken. Kijk, positief. Even kijken, dan heb je hier nog iets roze. Ik kan hier weer opschrijven, iets leuks. Alleen nog de witte pennen. We zijn er bijna. Ik heb nog 3 dieptes. Deze is heel lekker. Oh, dit is de dikste juist. Dan hebben we nog even 1 pen nodig. En dan is die af. Ik denk dat die klaar is. Oh, dat is vreselijk. Dat is leuk, denk ik. Sorry. Ik zeg het helemaal verkeerd. Ik had niet verwacht dat ik hem in 1 keer zou afmaken. Maar dat heb ik toch 1 keer gedaan. Dat gebeurt nou niet heel vaak. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik vond het ook bijzonder om te zien van wat voor pen ik allemaal precies heb. En ik ben heel blij dat ik dit niet in mijn normale etuis heb. Want sommige dingen zijn echt gewoon dubbel en extra voor het geval dat. Als ik weg ben heb ik er nog niet heel veel aan. Maar dan kan ik het weer aanvullen, ben ik thuis. Gewoon een voorraadje dat ik op voorraad heb. Dus als iets leeg is, dat ik dan niet gelijk iets nieuws moet kopen. Waarom zijn mijn wangen zo raar belicht? Wacht. Dit is een soort van beter. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond, dat je er ook wat aan hebt gehad. En dan is dit het resultaat. Ja, als ik heel erg was, ik had heel veel andere kleuren gekozen, had ik dit zelf gemaakt. Wel, dit zijn niet helemaal de kleuren die ik zomaar zou kiezen. Maar ik vind hem wel heel erg leuk geworden. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Laat even weten of je misschien dingen anders had aangepakt of zo. Dan wens ik jou de creatieve groetjes.